Yes, zijn we weer. Terug uit de dood. Tijd voor het Gamer League toernooitje. FIFA 19. Vreselijk. Na 2 weken FIFA 20 te spelen. Zijn we weer terug. Maar ja, jongens, welkom. Nieuwe stream. Gamer League toernooitje. Even voorbereiding op Weekend League die ik weer ga spelen. Dus het gaat wat worden. Voor het eerst in de... Wat is het? Sinds begin augustus Gamer League toernooitje. Even kijken wat mensen te zeggen hebben. Oh, ik speel tegen... Oh, eerste pot tegen Saiyan. Oké. Okay. Ja, Aaron, moet even. Ik zit in de pool bij Saiyan, FIFA Lars en Lucas Schilder. Laatste weekend eind augustus, ja. Oké, okay, doelstellingen voltooid, heel leuk. Saiyan. Waar staat die? Een mean teampje. Ja, ik weet niet, man. Maar even kijken. Ik ga gewoon met dit team. Maar ik ben aan het zoeken naar Saiyan. Weet je, moesten we even een keertje streamen, toch? We kunnen niet zo lang blijven wachten totdat 20 uit is. Moet even wat doen. Ik weet nog niet, heb ik... Oh nee, zeg niet dat ik weer helemaal moet gaan zoeken nu. Oh, alsjeblieft, zeg dat hij nu bovenaan staat, dankjewel. Opstelling bewerken. Oké, alles staat. Let's go! Toernooitje spelen. Kijken we er nog wat van bakken. Weet je, dat is altijd de vraag. Mijn water staat daar. Even snel een drink pakken. Klikken we hem door. Ja, ziek team, man. Twintig is een veel betere game. Veel beter. Maar ja, we gaan het zien, hè. We moeten het nog even met 19 doen. Het is allemaal niet zo erg. Kijk of we er wat van bakken. Geen kick of glitches. Dat is allemaal niet nodig. Kijken hoe serieus Saiyan dit neemt. Anders wordt het weer zo'n full focus potje. Of ik daar zin in heb, weet ik niet. Het weekend ook weer gewoon live weekend week. Dus helemaal goed. Vanavond loopt de beta af, dus... In de bal. Kom, lichaam erin. Ja,
Fortnite Pro Player. Nou, ik doe dat soort dingen altijd alleen maar voor de meme, joh. Als je door mij gekilled wordt op Fortnite, je schamen gehad. Dat is niet goed. Kom op, man, gelid. Oh. Tackles zijn zo slim. Ik kon gewoon breed spelen. Oh mijn god, wat is het voor dramatische voorzet dan? Als die bal gewoon op Havertz komt, tweede paal. Niks aan de hand. Goed. Yo boss, ik wil nu tegen Saiyan, man. Video van Kurt. Ja. Die video niet gezien. Als je een klein beetje info kan geven waar het over gaat. Oké. Okay. Wat zie ik weer allemaal, joh. Oh joh, waar is mijn middenveld dan? Goeie overtraining. Zijn mening over de beta. Mag die eigenlijk helemaal niet zeggen, man. Mogen daar helemaal niks over kwijt. Natuurlijk, ik heb zelf ook al persoonlijk wat dingen tegen mensen verteld. Maar ik ga niks in publieke streams of dingen zeggen. Ah joh, panel toch? Ja, wegsturen. Kom op man. Ja, één dag naar Duitsland. Dat is waarschijnlijk gewoon Gamescom man. Let's go. Yo man Bart. Demo komt als het goed is 12 september. Als ik het goed heb begrepen. Ik heb wat dingen voorbij zien komen wat allemaal 12 september zegt. Nog niks bekendgemaakt door EA, maar... Mensen zeggen afgaand op voorgaande jaren zou het 12 september moeten zijn.
Hey joh, doe eens wat. Deze AI defending is ook zo smerig, man. Goed. Als je nog een keer. Referee is indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Ah joh, doe ik. Rust. Scheiden niet, ik was je beste voetballende. Nah. Gevaarlijke uitspraak, AFC, ja, man. Ik vind Levi Frederik ook echt heel goed. Voetballend. Vooral in de 16. Ja, voor de rest. Redelijk wel mee eens hoor. Voetbal wat Levi Frederik ook op de events op de mat heeft gelegd, was ook echt gewoon heel hoog niveau. Ja, slecht verdedigd. Ja, maar Aaron, hoe kan je zeggen ze kunnen goed zijn in 20 als je helemaal niks van 20 hebt gezien of gespeeld? Dat je het makkelijke uitspraak doet. Je full game of iets wat er echt op lijkt is ook nog niet uit. Beta is natuurlijk een vroege versie van de game. Hij is slecht, man. Ja, ik merk met dit soort situaties dat ik handelingen wil doen die ik op de beta heb gedaan. Hele andere manier van finishing. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Wat zie ik, man. Goal for the visitor. Number 17, Cristiano Ronaldo. Zo ongeconcentreerd tweede helft. Even stapje bij doen. Nou, ze zijn altijd goed. Ze hebben weinig events gehaald. Ja, dus Kurt is dan geschorst geweest, maar Levi Frederik heeft niet veel events gehaald dit jaar. Kitja heeft er eentje echt gehaald waar hij dan ver is gekomen. Maar ja, die kwam heel laat op stoom, als we het zo moeten zeggen. Aannames weer. Dat is niet best, man. Net niet, toch? Ah, net wel. Fuck. Zit die ook nog naast? Even wisselen. Ja, die dan maar. Ik weet het allemaal niet zo goed, man. Ik speel het ook puur om deze erin te komen. Maar ja. Goed voetbal. Zeker niet. Oh joh. Kijk eens, Manuel dus. Hey joh, mag ik switchen? Dank
Dankjewel. Ja, oké, okay, Pasen. Ja, what the fuck is dit? Maar wat is dit dan? Kijk, dit bedoel ik, het is gewoon echt niet om aan te zien, man. Ik voel zo'n andere game. Snake, niet zoveel praten, niet veel praatjes, alsjeblieft. Wat moet je start drukken? Er is toch niks meer te halen in deze pot. Je gaat hem dood spelen. Kan je helemaal nog niet zeggen, man, of iemand het lastig gaat krijgen. Kijk, mensen gebruiken ook iets waar ze dit moment goed in zijn. Maar je vindt altijd wel iets wat wel goed voor je werkt. Dus, weet je, hij gebruikt het nu omdat het op die manier in de game zit. Er zijn altijd wel weer andere dingen die mensen vinden waar ze goed in zijn. Dus, nee, dat wil ik zeker nog niet zeggen. Het ligt helemaal aan jezelf. Het boeit allemaal niet. Een andere game zal gespeeld. Weet ik niet zo goed. Maar ik zie ergens wat je zegt. Hij gebruikt minder dingen, maar dat is meer uit onkunde dat hij dat soort dingen niet gebruikt dan het niet willen gebruiken. Wat zie ik allemaal? Hé, hey Manu, ga dat even ergens anders lopen doen. Laat Mike's. Dat allemaal geen zin meer, joh. Nee, Manu, dat... Dat weet je wel. Ik zal het je uitleggen. Ik vind het helemaal goed. Wat is mijn drink? Oh, joh. Hele slechte pot. Even kijken, dat ga je zo moeten. Ja, wat zie ik? Een losje, man. Ik speel zo slecht, joh. Ga weer een Siva 19 spelen en dit is wat er maar komt.
Ik zie weer dingen gebeuren op deze game, echt. Spelen er gewoon pijn aan mijn ogen. Verwacht dat het volgende match is. Tegen een 5 keer top 100. Ja, maar hoeveel mensen spelen nog? Hoe is eigenlijk top 100 van deze week? Hoe laag is alles? 28, maar gewoon echt lage 28. Zo, doe ze normaal, joh. Oké, ja. Ja, dan moet je ook nog 28 halen. Ik ga waarschijnlijk dit weekend ook nog wel even streamen. Even kijken hoe lang het leuk blijft. Xbox 26? Oh, joh. Ja, maar ik wil wel gewoon even. Ik was wel benieuwd. Ik heb dit spel in weken niet opgestart, man. Alleen maar die beta een beetje Fortnite spelen. Dus ik was wel benieuwd. Nee, ik ga niet met een meme team. Kijk, ik ga of gewoon serieus spelen. En anders niet spelen. Even kijken. Ja, daarom baan nu. Dat laatste potten. Eerst grinden je nog een beetje, toch? Voor een leuk team. Toen kreeg iedereen die spelers. Dan denk je, ja, waar speel ik nog voor? Dat was een beetje aan het einde jammer. Als ik echt nog wel veel meer games gespeeld. Maar even kijken. Want de andere pot is nog niet af. Ik was mijn team goed gaan zetten. En op die beta speelde ik heel anders dan nu, joh. De groep is Sayan, Lucas Schilder en FIFA Lars FC. Ik ken Lars niet, maar we gaan het zien. Er zijn ook maar twee groepen, het stelt echt helemaal niks voor. Alleen nummer 1 krijgt wat, en dat is, wat is het, 37,50 of zo. De andere groep is, even kijken, Wesley de Koolste, Sofian, Sof Montana, Joas Drost en Tobias DB. Kijk, op zich moet het wel gewoon kunnen als ik een beetje normaal ga spelen. Dus we gaan het zien. Als het een beetje opschiet, kunnen we gewoon lekker door. Maar ja, wat staat hier allemaal op? Messi, ja, die kan wel weg. Dat is allemaal niks. Niemand heeft zin in deze game. Ja, nee, dat snap ik. Maar ja, weet je, als ik Weekend League ga spelen, wil ik wel weer een beetje wat potjes gespeeld hebben. En niet helemaal blind die Weekend League ingaan. Als ik überhaupt zin heb om echt te gaan spelen. Morgen werken, vrijdag vrij.
eerst even afwachten. Even kijken. Misschien staat Lukaku online. Kan ik het zien? Controller is ook bijna leeg. Hij is nog bezig. 2-0. Tweede helft. Even afwachten. Wat is dit voor draft dan? Geen idee wat ik allemaal op dit account heb. Oké. Niet zo interessant dus. We kijken vanuit Spanje. Jonge, jonge, leef je man. Wat een leven. Dutch Lion heeft je geblokt op YouTube. Ja. Ik hoorde dat het niet helemaal lekker gaat tussen hem en sommige mensen. Dus ik weet er niet wat er verder mee is. Maar ik hou me daar niet zo mee bezig. Boeit me ook niet zo heel veel om heel eerlijk te zijn. Ik ken hem niet zo goed. Nou, kom op jongens. Kunnen we nog gaan spelen? Het is een beetje saai zo. Ja, maar ik ken het verhaal niet, Aaron. Dus ja, valt voor mij ook niks grappigs te vinden. Zijn ze al klaar? Nee, nog niet. Nou, ik zal in ieder geval FIFA Lars FC vast toevoegen. Dat was gedaan. FIFA Lars FC. Oh, hij is klaar. Luca heeft gewonnen 2-0. Nou, die is geen fijn. Applicatie sluiten. Wachten tot hij me heeft toegevoegd. Yes. Yes. Even wachten. Zijn er mensen die nog gaan spelen dit weekend? Of ben ik nou degene die zo gek is? Wat ik met mijn EA Access ga doen? Ik ga draften denk ik man. Points erop, draften. Vooral geen packs openen. Packs openen doe ik denk ik op de, hoe heet dat? Op de webapp. Verspilling van je tijd als je packs gaat openen. Zoveel mogelijk spelen. Coins verzamelen. SBC's kan ook op de webapp. Dus het is echt rifles spelen. Draften. Dat soort dingen. Spelen voor packs en rewards. Dat is het belangrijkste. Ik denk dat als je iets anders doet, dat je je tijd verspilt. Dan gebruik je de tijd van de beta niet goed. Ja, ik zou geen friendlies gaan doen. Kijk eens, even een wedstrijdje bezoeken, Levi, is ook goed. Dus, claim de nieuwe items nou. Wat een verrassing, wat is het? Positie change. Nou, eerste game verloren. Deze moet ik winnen. Wil ik nog door kunnen gaan. Dus ik ben benieuwd. Ik ken de jongen niet. Dus alleen maar gevaarlijk. Je weet niet wat je kan verwachten. Hey Rick, leuk dat je er bent man. Even kijken hoor, yes. Volgende tegenstander ik die van Lars. Kijken wat het gaat worden. Tegenstander geïnvite.
nu even afwachten. Ja, kom. Kijk of die reageert in de chat van Gamer League. Dat is even afwachten. Kijk, daar is die. Gaat hij nog thuis switchen of moet... Ja, beter man. Volgende match, FIFA Lars FC. Wat gaan we krijgen? Oké, veel rode kaartjes. Komt toch weer, ja. Oké. 4-1-2-2 dus ofzo. Ik weet niet hoe die anders zou moeten spelen. Nee, er is geen uitroepteken Aron, jongen. Ik weet ook niet of je dingen met Adcom kan doen en zo. Je kan misschien even kijken, maar niet te veel lopen klooien. Ik weet niet of jij dat kan. Kom op. Let's go. Kom. Beetje tikken toch. Balletje vast. Nou, of niet. Klein foutje. En... Oh, naast. Kijk eens. Hey, maar Aron... Ik vind het best dat je wat comms doet. Maar niet te veel en niet veel gaan zeiken, man. Niet veel kloten. Dan is het goed. Anders krijg je hier echt zo'n grote rotzooi, joh. Daar heb ik ook weer geen zin in. Oh, we glitchen. Glitch 19, boys. Oi, joh. Wat voel ik me vies, man, als ik zo'n voorzet doe. Oké, je paast hem niet. Dat is ook handig. Ik add er ook even één. Oh, ik vrees het ergste, man, Levi. Ik weet niet, heb ik niet gezien, man, waarom. Maar die hoeft hier dan niet in als hij niet kan. Kijk, zolang het een beetje leuk blijft en door de beugel kan, kunnen we wat doen. Kan het niet, houdt het op. Nee, 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 niks over pet. Oh. Ja, nou. Weekend League 25 euro. Kennen we genoeg dingen van. Oh, dan komen we... Oh, wat doet Gullit? Why, yo. Kijk, dat had pet natuurlijk nooit gedaan. Ja, Insta hebben we al, man. Dat is de enige. Dat was mijn test, nee. Oh, wat doet Gullit hier, joh. Ah, kut. Kijk of het mislukt. Ah, naast. Wat is dit? Ajo. Het is echt weer wennen, het is zo'n compleet andere manier.
Rob. Dat kan je niet zijn, man, lief. Oh, joh. Stek groen. Oh. Hij schiet hem nog naast ook. Ik speel echt zo slecht. Kom op man, ik predict dat toch. Hey Levi, kom op man. Ik zie die app meteen voor mijn neus voorbij komen. Wat zie ik allemaal, joh. Deze de GA is ook al Spider-Man het doel aan het doen, man. Ah, gewoon die abdoel, man. God, zo kan je niet zijn. Ja. Volgens mij ben ik het kakje op het moment, man. Kom op man, ik predict het. Maar wat is dit dan? Ah, goede goal, kom op man. Reinaldo Firmino. Ah, nee joh. Moet een beetje normaal doen, toch Levi. Ah joh, kom op man. Maar gewoon voor de keeper. Lelijk, maar ja. Het telt. Vieze glitch, man. Oh, dus Abdul komt zo in de chat. Speciaal voor jou, Levi. Moet je laten zien wat je hebt gecreëerd. Speciaal voor Abdul. Hey, kom op, hey Levi, kom op. Hey, een beetje normaal, man. Moersleutel, kom op, man. Het enige wat ik zie zijn moersleutels, man, Lars. Kijk, dit is de reden, Levi, dat ik dit eigenlijk niet wilde. En Aaron laat gewoon die dingen staan, man. Als ik ze nodig vind om ze te verwijderen, verwijder ik ze wel. Het is aan mij, niet aan jou.
komt allemaal goed, Lars. Oh joh, kom op man. Wat zie ik? Ja, kijk weet je. Wat mij betreft had je hem eerst mogen passen. Dan door kunnen lopen. Maar nee, jij draait. Balrol of zo? Nee, oké, dankjewel. Kom op, man, Pet. Een kleine lag spike. Eruit. Ook een andere kant. Lekker voetballen. Doneren man boy. Ze moeten wel kunnen doneren. Het is nergens om te doneren. Oh joh, wat is deze lek? Zie ik voor bal gegeven worden hier. Ja, bij het spel. Oh, joh. Even kijken. Sven Koenot geabonneerd. Sven, wat een gekheid. Zlatan erin. En die dikke. Goedenavond, Sven. Kom op man Sven, je hebt toch wel wat beters te doen op je verjaardag dan naar een stream van mij kijken. Kom op man. Als ik eruit lig, ga ik zeker geen Fortnite. Als ik eruit lig, ga ik lekker even eten man. Wat? Oh yo. Oh, wat zie ik. Wat zie ik echt? Dit zegt alweer genoeg dat ik gewoon niet hoef gaan streamen dit weekend, want dit gaat toch helemaal nergens over. Net zoals dit overigens. En dat gaat weer op de lat, weet je. Elke glitchzooi gaat erin. En dit gaat op de lat. Ik moet op zijn minst gelijk spelen, wil ik er nog wat uit kunnen halen. Volgens mij heb ik het dan in... Als Saiyan wint en ik speel gelijk, heb ik het in eigen hand. Ik moet eigenlijk gewoon winnen, maar... Ik zie het somber in allemaal. Oh, zo ver voor je uit, man. Wat is dit, joh. Ja, ga je je voet nog uitsteken.
Oh ja. Ja, hou op hoor. Wat zie ik allemaal? Hoe kan hij zo die trackback daar langs Van Dijk doen? Ik snap er echt geen kut van. Ben ik blij dat ik deze game niet meer speel, niet meer hoef te spelen. Is dit joh? Waarom speel ik dit? Zo. Nou. 3-4 dan nog. Misschien op doel zal er hopen. Is die andere pot al bekend? Verliest het wel gewoon. Dat kan ook nog. Wat doen mijn spelers allemaal? Hij laat gewoon die bal lopen, joh. Ik kan niet meer goed glitchen, ik kan helemaal niks man. Die hele gameplay is een wereld van verschil met die beta joh. Echt, echt shit gewoon. Ah, yo. Even kijken of deze game afgelopen is. Dan zie ik of ik nog door kan, ja of nee. Andere pols was zo goed als klaar. Als Sion wint, zat hij op 6. De rest op 3. Er is nog een klein kansje. Maar dat hangt af van... de game tussen Sion en Luca. Die gelijk is gespeeld. Dus ja, ik kan al niet meer door. Maar ja, weet je. Doe het allemaal niet. Ik fight Luca. Ja, kijk, het verschil is ook dat deze jongens gewoon door hebben gespeeld. Terwijl ik geen Weekend Leagues meer gespeeld heb. En gewoon aan het voorbereiden ben op een nieuwe game. Dus ja, het gaat nogal slecht. Nu even wachten. Even wachten tot er gejoind wordt.
Dus we even wachten tot er gejoined wordt. Ik ben nu met hem aan het effen, dat is nog het ergste. Vraag of ik een party kom hebben, daar heb ik niks aan. Kom op, een beetje opschieten. Nee, hij komt wel. Hij kan nog door. Maar Sion wint toch wel. Oh, yo. Ja, ik heb hem een invite gestuurd, hij joint niet. Dat is het kutte aan dit soort dingen. Eindeloos wachten. Aaron, nee, doe nou eens gewoon normaal. Kijk, ik zeg een paar is leuk, maar ik hoef niet zoveel onzin in die chat te hebben. Net als al die Abdul dingen. Ook nergens voor nodig. Nou, ik invite hem wel opnieuw, want het duurt lang. Hup, Levi Billy. Uitnodiging sturen. Hé, hey, alleen jij. Arone Unmod. Oh joh, wat zie ik. Nee, arme, jij gaat zo'n fucking irritante momenten gooien, 100%. Kom op, kijk. Daar is die dan. De man die wel gewoon de grind is. Kijk, ik kan beter zo doen, man. Go. Laatste game. Eigen geluid harder. Wat is dit voor bal, jongen? Echt. Even serieus.
Oh, yo. Oh joh, zo lelijk. Ja, kom wel goed doen. Liggen. Maar kijk, dit soort dingen, echt, waar gaat dit over? Goal for the visitor, number 16, Anton Griezmann. Ah joh, geel getimed. Ah joh, steek je voet uit. Ik speel hem naar buiten. Oké. Zie ik allemaal weer. Gaat iets te ver, man. Dat gaat me niet gebeuren. Gewoon lekker voetballen. Oh, jongen. Ik druk op R1 om in de bal te laten komen. Hij doet gewoon niks. Gewoon helemaal niks. Zoals dit. Lijkt nergens op, man.
ik spring op Eusebio, man. Zo lelijk, zo lelijk. Ja, de hele tijd vol is kroketas, maar ja. Oh, vinger glijdt van de controller af, oh shit. Ah, ging nog goed. Ik moet ook gewoon echt even inkomen. Ah, wat doet die? Zo'n slechte omhoud nog nooit gezien. Laatste minuut. Ah. Slecht, man. Slecht uitgespeeld. Ja, maar Aaron, dat betekent gewoon dat je niet kan adapten. Dat is het ding een beetje. Er zijn tactische wijzigingen gemaakt. Ben benieuwd. Ik denk dat ik het al zie. Ja, Kluivert erin. Dit worden crosses. Dat weten we nu al. Hey, dat pak. Crossen. Ah joh. Goed. Oké, dat kan ook. Kijk, als je het doet, doe het dan zo. Ai, yo. Outplayed, man. Ja, ik speel nu tegen Luca, man, Mario. Down, like a river rising.
even kijken hoeveel staat Zion dan. Als die online is. Ah, in menu's. Is de pot al klaar of zo? Oh, kom op man. Kom er tussen, kom er tussen. Kom er niet tussen. Oh ja. Ik druk niet eens vierkantje in. Zij had 7-0 gewonnen. Ja, dan is verwacht. Dan is Luca al door, ongeacht het resultaat. Ai oh. Oh ja, hij laat me lopen, dat kan ook. Ja. Ongelooflijk. Eraf zeker of niet? Ja, die hebben we. Ik pak echt veel penalties, man. Op die beta ook. Abnormaal. Doen we het op de FIFA 19 manier. Ja, zo'n slappe kopbal, man. Ik kan niks meer verdedigen trouwens. Ik ben helemaal gek van mezelf. Oh, als Pat het dan doet. Oh, Pat. Pat! Scheids! Ah, kom op, je kan Pat niet zo neerschoppen, man. Het is respect. Weer net niet aan. Oh, Pat. Jammer man, Pat. Ah, het toernooi zit niet mee, maar niet uit. Mooi moment om 19 lekker af te sluiten. Op naar 20 te gaan, want dat ik hier weer allemaal zie. Oh, kijk, dit ook. Het is dat mijn verdediging het oplost, maar het gaat helemaal nergens over. Kom op, ik geef hem de command in de bal te komen. Dus
hij dat dan gewoon doet. Wat een goal, man. Een lekker goaltje. Maar dat zie je net zoals bij hem, man. Als je hem naar binnen komt en first time schot doet, dan is het gewoon hangen. Oh, slechte paas, zeg. Vier-twee winst. Nee, Sven, ik ga geen Fortnite. Ik ga lekker even eten en zo. En dan toch maar weer nog een paar potjes FIFA 20 spelen. Nu nog kan. Tot 1 uur vannacht de tijd. Dus gaan we dat even doen. Even mijn score invoeren. En dan ga ik lekker de stream afsluiten. Ik denk dat dat het einde is voor mij van FIFA 19. Qua livestreamen en zo. Ik merk gewoon dat ik geen plezier erin heb. En ja. Check, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik denk dat ik FIFA 20, dus over, wat is het, 4 weken weer gaan beginnen. Gaan we gewoon lekker, hoe heet het, streamen vanaf EA Access. En ja, ik wil jullie allemaal bedanken en dan ga ik gewoon afsluiten nu. Fijne avond nog en voor de jongens die er nog in zitten, succes allemaal.